Yo mensen, leuk je kijken naar een gloednieuwe Minecraft Survival. Vandaag gaat seizoen 3 van start. Eigenlijk was het gisteren al. Maar het was eergisteren. Want vandaag dat de video online komt, is dinsdag. Maar ik neem het maandag op. En dan is het voor maandag is het gisteren. Maar voor de dag dat jullie kijken is het al dinsdag, dus het eergisteren. Dus, welkom bij seizoen 3. Shit is fout gegaan. Ik ben nu overgegaan tot de betalingen. Maar alsnog wordt het gewoon gesplit. Dus dat maakt helemaal niet uit. We gaan gewoon weer vanaf nul beginnen. We zijn zondagavond aan de stream begonnen. Ik denk de laatste 20 minuten. Met Joe en met Cracky zijn we begonnen. En Cracky is nog steeds degene van de survival invite. De rest reageert gewoon niet meer. Ik weet niet waarom en hoe en wat. Maar het zal wel. Dus ja, een nieuw seizoen. Seizoen nummer 3. Ik hoop dat deze iets langer gaat duren dan seizoen 2. Seizoen 1 is natuurlijk wel redelijk lang, natuurlijk. En ja. Ik hoop dat deze ook wel langer gaat duren en dat dit allemaal vol komt staan. Maar tot zover is dit de worldspan. Precies daar waar het bed staat is de worldspan. Die heb ik daar neergezet. En we zijn nu niet van natuur gespand, dat kan je in de stream zien. We zijn gespand in een snow biome ergens daar in de... Ja, verwegistan. Maar wat ik ook heb gezien, dat daar achter, waar het water, waar je, zeg maar, het water, ja, buiten de render distance, daar zijn ook poolkappen. Dus, who knows, zien we daar ijsberen of igloos, igloos, of hoe de fuck, Engels, Nederlands, maakt helemaal niet uit. Maar je kan loot vinden en dergelijke. En daar gaan we voor. Dus ja, dat. We gaan maar gewoon gelijk beginnen met zijn level 5. We hebben wat spulletjes verzameld, we hebben wat te eten, we hebben al coal, we hebben furnaces en we hebben al redelijk wat. Ik ga even beginnen met alles in de chest te pleuren en zien wat ik daarna wel nodig heb. Pickaxe heb ik nodig. Of we kunnen eerst wat huisje even afmaken, dat ze ook nog kunnen. Ik weet niet waar ik dat hout heb gelaten. Hier heb ik één hout, hier heb ik één hout, maar in principe moest ik verder gaan met cobblestone. Ja, dat was het. Dus, dat is het eigenlijk, ja. Zo. Dit moet natuurlijk weg. Dat moet natuurlijk weg. Daar boven moet alles weg. Oh, dat gaat niet werken zo, blijkbaar. Oké, nice. En dan gaan we zo werken naar de top. Normaal moet dit smoothstone zijn. Maar om gelijk alles van smoothstone te gaan maken, is toch wel een beetje iets te luxe. Dan zie je... Dat. Ik denk dat ik die weg ga halen. Ja, die ga ik weghalen. Zo dadelijk dan. Hier hebben we een mooi eilandje met zand. Daar is een village. Dat was allemaal... die village. Zeg maar, hier zijn we gewoon nog gevallen. We zitten langs een oceaan. Dat vinden we heel prachtig. We kunnen een haven opmaken. Hier een huisje. I don't know. Maar die village, die was toen nog niet gerenderd. Dus we kwamen zeg maar van deze kant aanvliegen. En we zagen dit. En toen... We begonnen een beetje over de oceaan te vliegen en toen verscheen dat, dus ja. Dit is de farm, denk ik. Ja, eigenlijk voor het mooi iets te lang, dus die ga ik ze even inkorten. Maar ik kwam voor zand en ik drijf af, of wat ik wil. Zo, die is geplant. Help de wereld met groeien of zoiets. Ik weet niet hoeveel we nodig hebben, het zal vast wel niet veel zijn. Hier, daar, daar, hier, zie je... Zie je dat? Dat is ijs. Dus misschien dat we een supercoole ijsbiome hebben of zo. I don't know. Bij deze zit het een beschermd natuurgebied. Beschermd natuurgebied. Laat ik even een bordje gaan maken, Nero. Met beschermd natuurgebied. Dus er komt hier een bordje. Beschermd. 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 Beschermd met een D. Beschermd met een D. Ja, dat is met een D. Natuur. Gebied. Tussen haakjes. Chicken. Wel mijn hoofdletter. Island. Chicken Island. Dit is bij deze Chicken Island geworden. Natuur. Is natuur. Met een puntje wel erbij. Lijkt me wel zo netjes. Dat puntje doen we niet bij, want het is lelijk. Welkom op Chicken Island.
Jullie zijn met deze beschermd. Is dat? Nee, het is gewoon watertempel. Jullie zijn met deze beschermd. Dus ja. U heeft nu een populatie van... Laten we dat even er ook bij schrijven. 1, 2, 3, 5. Oh shit, eigenlijk moet ik dan... Ja, hier. Populatie. En dan doen we even dubbele punt. Oh. Nee, dat kan weer niet natuurlijk. Dubbele punt. 5. Het zou wel geniaal zijn als we aan het einde van de aflevering echt op 500 komen of zo. Dat het hele eiland vol zit. Het zou wel grappig zijn. Wat we natuurlijk ook even kunnen doen. Is op zoek naar iron en dergelijke. Want daar heb ik ook wel zin in. Natuurlijk. Gaan we hiervan uit. Nee, we hebben geen... Oh ja, we hadden nog glas. Dat hadden we nodig. Ja. Zo. Even het glas. Dan zijn we even veilig van skeletons. Want afgelopen nacht was het vreselijk. Nou, niet afgelopen nacht. De nacht ervoor al. Was het echt vreselijk. Want we werden toch per tuin bekogeld. Dat is niet normaal. Torch mee. Een extra pickaxe mee, you never know. Misschien wat blocks, you never know. En hout is ook altijd niet onverstandig om mee te nemen. Laten we eventjes gaan kijken wat we hier allemaal hebben. Hier is een cavie. Daar is een cavie, dus daar gaan we even niet naartoe. Wat gaan we mee doen? Wat gaan we nog mee doen? Oh ja, hier, ja. Hier was Joe geweest, denk ik. Maar niet op de manier waarop ik denk dat hij hier geweest is. Oh! Nee, are you kidding me? Een mindshift? Nu al? Oh, don't mind if I do, man. Kijk, dat is nou echt handig van die shader mod. Wacht, laat ik die anders even aanzetten hier. Shaders. Of het was CUDA of het was Conquest of the Sun. Ik ga voor Conquest of the Sun. Staat hij aan? Hij staat aan. Dank u wel. Ah ja, dat was een beetje irritant, hè? Die texture pack. Ja, laten we dan even CUDA gaan. Resource packs. Nee, die zijn goed in principe. Video settings. Shaders. En dan gaan we voor CUDA. En dan zeggen we done, done, done. En done. Kijk. Waarschijnlijk krijg ik mijn videokaart eventjes een kleine optater hier, hoor. Oh, dat, ik dacht al, what the fuck is dat? Wow, hallo. Goedemiddag. Hey, een chest. Laten we eventjes gaan kijken of alles safe is hier. Ik hoor wel wat een en het ander, maar... Oeh, respiration. Volgens mij is dat met levels. Hey, melon seeds. Kijk, dit is altijd handig, jongens. Melon seeds. Gewoon hebben die kip. En ook een chest erbij. Melon seeds, echt heel erg goed. Dan hoef je niet een aardappel gewoon te eten, tenzij je... Maar één, ja, food drumstickje mist. Gold, we hebben gold. We zijn rijk, jongens. Oh, we zijn rijk. Ik druk het op E in plaats van F. Dat is een beetje jammer. E in plaats van... Dat is mijn pickaxe. Ja, nog meer iron, jeetje. Ja, ik pak het gewoon, hè. No problem. Ik pak het gewoon. Spiders, no problem. Zombies, no problem. Creepers. Kunnen nog wel eens, ja, onverwachts uit de hoek komen. Of om de hoek, eigenlijk, moet ik zeggen. Hé, hey, daar is lava. Of wat? The fuck? Waarom zag ik jullie licht? Hello, Jezus, ben jij dat? Nee, dat kan ik. Hé, hey, waarschijnlijk kom jij hier vandaan. Hallo. Bent u lava? Ja, u bent lava, ja. Laat ik even een crafting table gaan maken en shit om gaan smelten. Lijkt me wel zo handig. Dus nooit even wat gear maken. Want ik ben hier totaal niet op mijn gemak. Hop, deze is een happy for iron. Oh, nee. Of niet. Nu wel. Dank u. Ja, hier kom ik zo wel op terug. Hoeveel potatoes heb ik nog? 8. Dat is nog redelijk genoeg. Die torch wil ik niet plaatsen. Maar ja, dat heb je. Als je hem in je externe hand hebt zitten. Mobspanner. Epic. Een mobspanner. Hell yeah. Ik dacht al, is dat de end of zo? Ik dacht van, hallo? Is dit the end? In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end,
It doesn't even matter. Het is een zombie spawner, sowieso. Oh, hallo. Goedemorgen. Jeetje, mineetje. Kijk, dit gaat lekker zo. Dit gaat lekker zo. Oké. I have to make a run for it. Make a run for it. Goed zo. Redstone. Music disc. Meh. Beetroot seeds. Meh. Overal. Gewoon. Schijt loot. Behalve het feit dat wij... Hey. Lapis. Dank u. Behalve het feit dat het een mobspanner is, is het wel leuk. Oh shit. Dank u. Ik weet dat er nog een iron ligt, maar... Hey, wacht. Is dat een... Nee, dat is gewoon een spinnenwebby. Oké. Nee, die moet wel een mineshaft zijn. Hier, dat dacht ik al. Nog een mineshaft. Goedemiddag. En welkom bij de Mineshaft Show. Vandaag bespreken wij de Mineshaft. Chef. Waar leidt dit naartoe? We zien het na de reclame. Nee, shit. Oké, dat is jammer. Loop dood. Oké, laten we hier maar eventjes een trappetje omhoog gaan maken. Jeetje, man. Dat is nog een end. Oké. Beter dat ik die stone nog heb behouden. Let's go. Oh jee. Dat gaat nog lang duren. Het is geen iron pickaxe meer dan. Het is niet zo snel als de rest. Ja, I know. Dat blijkt maar weer, hè. Als het niet zo snel is. Hop. Dat is een skeleton. Mij er nu van af het jas. Dan heeft hij echt een zwaar leven, jongen. Oh, wat is dat? Huh? Dat is de farm. Are you kidding me, Joy? What? Dat is de farm. Oké. Dat is de farm. Dat is de farm. Waar de fuck ben ik dan vandaan gekomen? Oké, zo wel. Nou, ik ben op zijn minst blij dat ik niet extreem ver in de buurt zit. Of uit de buurt zit. Uit de buurt. Vergeet thee niet. Oh, zo licht. Lol. Dus aan de achterkant. Nee joh. Nou, dat vind ik wel netjes gedaan dan. Kom jij eens hier. Dit tolereer ik niet. Op rotte. Spin. Wacht, volgens mij was dat hier ergens of zo. Waar was dat dan? Was dat hier dan? Ik denk dat het hier dan was. Ja, kijk. Als je eens hier weghakt, dan heb je dit. Lol. Netjes. Dat is er niet opgemerkt even. Kijk. Daar is spruce wood. Heel erg handig uiteindelijk. Dat had ik. Ja, dat heb ik redelijk veel nodig. En Chicken Island ligt er nu nog veel mooier bij. Populatie 5. Ja, eigenlijk doen we dan eventjes F1. Maken we een screenshotje. En dan is dat het einde van de aflevering. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze allereerste aflevering van seizoen nummer 3. Vond ik jullie toevallig leuk doen? Een blauw duimpje omhoog. Wil je meer van ons zien? Abonneer op het kanaal. Hier beneden. Vergeet niet het informatiebelletje in te drukken. Dan kan je gewoon lekker op klikken. Zit naast het abonneerknopje volgens mij. En dan krijg je gewoon een lekkere melding als we aan het livestreamen zijn op een onverwachts moment. Want dan hebben we het doorgekregen op zondag van, hey, dat is eigenlijk best onverwachts. Dan kun je gewoon lekker dat belletje in gaan drukken en dan krijg je een melding. En dan zeg je, hey, die twee malle mannen, die zijn weer aan het streamen. Of een video geüpload, dat kan ook. Dat kan ook. Dus, zie je aan te raden. En natuurlijk een leuke reactie. Hè? Oké. Ja. En vergeet natuurlijk niet een leuke reactie achter te laten. Wat moeten we gaan bouwen hierna? Natuurlijk, reacties zijn welkom. En dan zie ik jou de volgende keer weer. Later.